Shell Hero start dit jaar voor het eerst in Frankrijk, in het mooie Givet. De etappe start met een flinke klim en tot aan het eerste checkpoint loopt de route door het Franse landschap. Lange afdalingen en prachtige paden langs kabbelende beekjes. De etappe eindigt in Belgische Bureau. Heel veel succes! Morris is een hele lieve, spontane, vrolijke jongen. Hij is altijd heel gezellig. Hij is ziekte van Duchenne. Duchenne is een progressieve spierziekte die met name voorkomt bij jongens. Die progressiviteit houdt in dat alle spieren langzaam maar zeker aftakelen. Het begint bij de benen en zo verder. Uiteindelijk eindigt dat bij het hart, bij de hartspier. Ik vond dat Jörg met zijn heupen draaide. Toen zijn we bij een huisarts geweest en uiteindelijk naar een orthopeed en die heeft foto's gemaakt van zijn heupen en bekeken. En die zei van nou, hij is gewoon wat trager, niks aan de hand, dan gaan we weer naar huis. En ook weer bij een fysiotherapeut geweest, bij nou ja goed, alle kanalen heb je dan inmiddels. Tot we op een gegeven moment op tv een programma zagen over een jongetje met Duchenne. En toen zagen we eigenlijk de link en hoe dat jongetje bewoog en hoe Morris op dat moment bewoog. Ja, en toen viel het kwartje. Je stort je wereld echt in. Ja, dat is niet te omschrijven. Zolang hij zich prettig voelt, dan is het voor ons ook makkelijker. Op momenten dat hij verdrietig is, om wat voor reden dan ook, dan krijg je het zelf ook. Als hij vragen gaat stellen van wanneer kom ik in de rolstoel? Of hey, we willen hem niet voorliegen, we willen hem wel eerlijk zijn, maar we willen hem ook niet bang maken voor zaken. En, ja, normaal kan je als ouder je kind geruststellen, maar ja, dat kunnen wij gewoon niet altijd. Dus, en dat vind ik soms wel heel lastig. Ja. Duchenne Heroes, ja, dat is voor ons een soort stabiele factor geworden in een jaar. Waar je naartoe werkt en waar je ook weer daarna tijdens de tocht heel veel van geniet. En na afloop dan ook weer heel veel soort reuniegevoel hebt van leuke foto's en herinneringen en iets blijvends. En dat pak je dan ook wel op om... Ja, een soort positieve emotie uit te krijgen. Dat er zoveel mensen toch betrokken zijn bij zo'n relatief kleine ziekte, dat doet je zeker als ouders van de patiënten wel heel veel, vind ik. Ja, en dat zie je, dat komt daar samen, want dat komt allemaal samen in het park. Je ziet emotie van mensen die elkaar weer in de armen sluiten. Duchenne-patiënten die erbij zijn om het team aan te moedigen. Jongens die voor de fietsers uitrijden in een rolstoel, die je gelukkig ziet, dan ja, dat heeft wel een impact, vind ik. Ja.
Hoe was het? Heerlijk. Eerste dag, je zit er weer op. Het was een erg mooie tocht. Zwaar, maar waanzinnig. Mooie klimmetjes. En ook stukjes om gewoon de benen nog even lekker los te draaien. Hoe was het? Zwaar. Als het al zo zwaar is, waar denk je dan aan? Waar ben ik aan begonnen? Opnieuw. Maar dan denk je ook wel weer aan de kinderen. Dus Ik vond het heel mooi dat heel veel Duchenne kinderen met hun familie aan de kant waren om ons aan te moedigen. Moe, kapot, maar tevreden kunnen we terugkijken op vandaag. En nu de volgende zes. De tweede etappe gaat van Buren naar La Roche. In het begin een rustig en vlak stuk langs de rivier de Loom. Na een eerste lastige klim loopt de route rond Saint-Hubert door een prachtig landschap. Na het tweede checkpoint pittige klimmetjes over de vaste routes van Tenville. Heel veel succes!